Ik zou me eerlijk toegeven dat ik die flaptekst zelf geschreven heb. Dat is nou eenmaal zo de gewoonte. En ik vond dat vroeger altijd heel moeilijk, tot ik erachter kwam, je moet eigenlijk, als je een flaptekst schrijft, een parodie op een flaptekst schrijven. En dat werkt echt heel goed. Ik ga 5 gedichten voorlezen. En de eerste heet In hun handen. Ze komen van een andere planeet, die ouders van ons. They fuck you up, oh zeker. En dat hebben ze geleerd op die planeet van ze. Waar ze ook die tanden kregen met ingebouwde buisjes om ons leeg te zuigen. Wie heeft hun overkomst geregeld? Wie heeft in godsnaam dat transport georganiseerd en met welk doel? Maar kijk, daar zijn ze en wij hebben geen keus. Dag vader en dag moeder, hier staan wij ongewapend met onze handpalmen naar boven. En hoe was jullie reis? We hebben jullie niet zien landen. Anders hadden we iets op touw gezet met kransen en met bloemen. Want werkelijk, we hebben geen idee. Betere tijden. De wereld veegde zichzelf leeg. Betekenis stroomde alle kanten op, maar toch vooral van ons weg. Om ons te redden hadden we gelukkig nog kom. Hoe heet het ook weer? Menselijkheid, moed, vriendschap, liefde. Het vermogen de boom van goed en kwaad te onderscheiden van de boom der kennis. Ja, dat ook, maar eigenlijk bedoelde ik literatuur. Want als iets ons kon redden, we wisten tenslotte nog hoe ze ons vroeger had geholpen. En daarmee zou ze ongetwijfeld doorgaan. Al was het alleen maar omdat dit voor haar, en zeker ook voor ons, niet het moment was om ermee op te houden. Ik weet nog hoe ik in betere tijden als gelovige tijdens een lezing zei dat literatuur het vermogen had ons op het verkeerde been te zetten. En dat dat iets goeds was. Ik weet ook nog dat vervolgens in het publiek een man opstond en zei: ik heb maar 1 been. Wat kan literatuur nu nog voor mij betekenen? Wat natuurlijk heel raar was. Een man in het publiek. Wat leuk dat jullie even komen kijken. Hier komt de zithoek en langs die muur hadden we de boekenkast gedacht. Want ja, wij hebben nog boeken, haha, hier de eethoek. En daar komt oorlog en die hele achterwand wordt een schuifpui. Dan kunnen we bij mooi weer zo het terras op. De gang, ja, dat is een heel verhaal. Die hadden de vorige bewoners bij de kamer getrokken. Maar wij hebben dat weer ongedaan gemaakt. Een gang vonden we toch wel handig. Daar komen kasten bijvoorbeeld en oorlog en daar de kapstok. Wil je boven nog zien? Nou, die trap laten we voorlopig zo. Het heeft al wat zoals het is. Daar komt oorlog, daar slapen de kinderen en daar, in de grootste kamer, slapen wij. Je kan nog hoger horen. Op zolder is nog plaats voor een hobbykamer. Maar hobbykamer klinkt zo duf, dus noemen we het een werkruimte. En daarnaast de waskamer en oorlog. Kijk hier het uitzicht op de tuin. Majestueus, zeg je. Nou, dat is wat overdreven. Maar kijk hoe breed en diep. Wat kan je daar niet allemaal mee doen? Daar links misschien een moestuin, daarnaast komt oorlog en daarachter is dan ruimte voor een zwembad. Maar we weten nog niet zeker of dat doorgaat. Het volgende is wat langer en heet In de kathedraal van Brussel. Dat ik in deze kathedraal 3 kaarsjes aansteek aan de verborgen voeten van uw beeld. Voor iemand die ziek is. Voor iemand die dood in de familie heeft. Voor iemand die in een put valt en valt omdat er geen bodem is. Is niet omdat ik in u geloof, spons der tranen, troost der wereld. Ik doe uw werk. Het symbolisch bijstaan van zieken
en bedroefden. Alleen moet ik dat straks buiten zelf gaan doorgeven aan de zieke, de nabestaande, zij die valt. Hé, ik heb een kaarsje voor je gebrand, voor het Mariabeeld in de kathedraal van Brussel. Nee, echt wat lief. Uw eeuwigdurende bijstand wordt verondersteld daarna geactiveerd. Ik weet niet precies hoe dat werkt. Maar op zijn minst zou u de mogelijkheid, de almacht moeten hebben deze kaarsjes eeuwig te laten branden. 1 euro per kaarsje. Theelichtjes eigenlijk. Er zijn er ook van 2 euro. Maar dat had ik niet in munten. En er hangt geen wisselautomaat. Een kaarsje is een kaarsje. Ik neem aan dat u het daarmee eens bent. Ik doe uw werk. U kunt het niet. Ik kan het ook niet. Dat hebben we dan gemeen. Konden we daar maar een kopje thee op drinken? Dan zou ik u vertellen dat ik hier al eerder was. Misschien weet u dat nog. 1 jaar, 2 jaar geleden in december, de kerststallen stonden er al. Met dat beeld van die man die zo op Simon Vestdijk lijkt. Ik viel voor u op mijn knieën. Ja, mij verraste dat ook. Voor haar was dat. Dat het haar goed mocht gaan, was dat. Dat het haar goed moest gaan, was dat. Zeem der ogen, troost der wereld. En nu ik u toch spreek, weet u nog dat ik verleden jaar in Amsterdam, bij het kerkgebouw in de Javastraat, in de bus voor de voorbeden, herhaaldelijk een briefje stopte met de tekst: dit voor Lammetje. Ik mag toch hopen dat dat inmiddels is gebeurd en dat het heeft geholpen. Zeem der ogen, spons der wereld. Wij doen ons werk, wat we kunnen. Nee, dat niet. Genoeg. Help ons, Maria Spons, der zielen. Help ons, Maria Spons. Help ons, Maria Spons. Het laatste gedicht dat ik ga voorlezen is het titelgedicht van mijn bundel. Alleen de warme dagen. Van onze kindertijd herinneren wij ons alleen de warme dagen. Alleen de warme dagen worden opgeslagen. Alleen warme dagen activeren het geheugen. Die zanderige, landerige dagen, die eindeloze dagen in eindeloze zomers, die dagen waren dagen waarop ons geheugen de juiste temperatuur bereikte om ze op te slaan. Je had je geheugen kunnen horen zoemen als je op zomerdagen goed geluisterd had. De koude nachten, het kille zeil in de ochtend, de ijzel waardoor je 's winters viel. Al die dingen zijn constructies. Al die beelden achteraf verzonnen. Alleen de warme dagen waren echt. Dank u wel.